van Weekend is hier in ons programma voor het allerlaatste shownieuws. Bart Ettekoven. Goedemorgen, Bart. Je liet me schrikken. Ik denk voor de allerlaatste keer. Ik denk, je gaat mij nu gewoon ontslaan op de radio live. Nee, dat zou ik toch nooit live doen. Ik bel je na de show nog even terug. Nee, het is... Nee, het allerlaatste shownieuws, zei ik. Dus het allerheetste nieuws. Het nieuws heet van de naald. Dat heb jij natuurlijk altijd. Waar open je bijvoorbeeld in Weekend mee deze week? De komende week bedoel je? Of de komende week, ja. Ja, mijn concurrenten zitten ook mee te luisteren. Denk je dat ik dat nu ga vertellen? Oh, nou. Wat is het mooiste verhaal van de huidige Weekend die nu in de winkel ligt dan? Nou ja, Dirk Kuijten doet natuurlijk nog steeds de tongen losmaken in Noordwijk en in Katwijk. Waar die oorspronkelijk vandaan komt, Noordwijk, waar hij nu woont, zou die een beruchte reputatie hebben. Maar is dat wel zo? Want een dame die wordt opgevoerd als zijn minnares, die beweert dat dat absolute klinklare onzin is. En zelfs haar vader springt voor haar op de bres, zij is CDA-raadslid. Dus kan het dan niet bepaald voor haar image gebruiken dat zij het aan heeft gelegd met een getrouwde man in het dorp. Die springt op de bres, dreigt zelfs met een advocaat als dit nog doorgaat. Dus al dat soort verhalen zal je terugvinden deze week in Weekend. En nog veel meer andere leuks natuurlijk. Maar wat mij vooral vandaag bezighoudt, of tenminste wat mij gisteravond en vandaag bezighoudt, is de documentaire van Mark de Hond. Ik weet niet of jullie hem hebben gezien gisteravond. Op net 5 scoorde ook ongelooflijk goed. Meer dan 500.000 mensen hebben gekeken naar... een documentaire van Nada van Nie. Zij heeft hem gevolgd de laatste 2 jaar van zijn leven. Mm-hmm. Eigenlijk tot, 28 mei was de laatste opname. 3 juni is hij overleden. Dus echt tot een week voor zijn dood heeft zij bij hem gefilmd. Is ze over de vloer geweest. Heeft ze met alle emoties kennis gemaakt die er komen kijken bij zoiets intens treurigs als je op 42-jarige leeftijd hoort. Dat het leven erop zit voor jou en dat je een vrouw en 2 kinderen achter je moet laten. Nou, ik vond dat heel indrukwekkend. Ja. En met mij en met velen. Je zag ook echt op social media dat het losging. Heel veel mensen die zaten echt in de tranen of in tranen voor hun televisie. Ja. Jullie hebben het allebei niet gezien. Nou, ik kan daar niet zien. Nee. Ik kan daar niet naar kijken. Ook omdat hij natuurlijk nog jonge kindjes heeft en een vrouw. En ik weet als ik daar naar kijk, dan ben ik daar 1 of 2 dagen van slag. Daarom kijk ik niet. Ja, ik ben daar dan ook altijd zo mee bezig. Ja. Dat zo in mijn hoofd blijft spoken. Ik bedoel, ik ga het nog wel een keertje kijken. Maar omdat het ook nog zo vers is. Dat je denkt, van, het is net vorige week gebeurd ook. Joh. En je gaat het toch projecteren op jezelf. Ja, van wat was mij. Wat je heel erg ziet is dat die familie eigenlijk al veel verder is. Hè, in dat proces. Zij hebben natuurlijk een half jaar geleden al die genadeklap te horen gekregen van de artsen hier in het VU ziekenhuis in Amsterdam. Dus zij zijn op dat moment natuurlijk al eigenlijk aan het afscheid nemen. Zijn vader, Maurice de Hond, zat notabene een dag na de begrafenis. Hij overleed op woensdag. Donderdag was de uitvaart. En op vrijdag zat hij al bij Margriet van der Linden. Ja, ja, ja. In M daar uitgebreid over te vertellen. Dus bewonderenswaardig. Ik vind het inderdaad ook redelijk snel, moet ik zeggen. Maar ja, Maurice die vertelde ook. Ja, wij zijn eigenlijk, wij hebben in vrede afscheid van hem genomen. Hij heeft het op een mooie manier gedaan. En dat klinkt bijna onaannemelijk, toch? Ik bedoel, als je afscheid moet nemen als ouder van je kind, dat is al het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen. Ja, dat is niks moois aan. Hoor je altijd. Mm-hmm. Nou ja, goed, het is natuurlijk, kijk, dat niet dat het dan makkelijker wordt, maar hij heeft natuurlijk zijn vrouw, de moeder van Mark, is natuurlijk ook al heel vroeg overleden. Die was ook heel jong. Je zou bijna denken van, weet je, dat heeft hij ook al meegemaakt, Maurice. Die heeft al wat achter de kiezen gehad. En hij heeft natuurlijk ook een kind ook verloren. Ook dat nog. Hij heeft ook nog zijn kind. Tweede vrouw ook nog een kind van 11 maanden moeten begraven. Ooit met een hartkwaal. Ja. Dus dit is inderdaad zijn tweede kind die moet wegbrengen. Ja, dat zijn dingen, daar kun je met je hoofd niet eens bij. Nee. En als je dan ziet hoe verstandelijk hij dat eigenlijk benadert, dan is dat voor hem heel prettig, lijkt me. En knap ook dat je dat zo kan. Maar als buitenstaander denk je bijna van, hoe doet hij dat? Mm-hmm. Ja. Hey, moeten wij ons zorgen maken over Veronica Inside? Heel iets anders. De adverteerders die sluiten zo langzamerhand een beetje de geldkraan. En dat komt natuurlijk allemaal door een oproepje van Arie Boomsma en Glennis Grace. Wat is er aan de hand? Nou ja, zij roepen op omdat er in dat programma gediscrimineerd wordt. Johan die maakte daar van de week een grap over die aquasi. Die viel lang niet bij iedereen in goede aarde. Hij vroeg zich af bij een foto van Zwarte Piet. Er was bij een demonstratie in Leeuwarden kwam er ineens een Zwarte Piet. Dat was nogal provocerend. Johan die zei bij wijze van grap,
Over smaak valt niet te twisten natuurlijk, maar hij zei, goh, weet je zeker dat het niet Akwasi was? Nou, daarmee werd natuurlijk weer de link gelegd tussen Akwasi en Zwarte Piet. En dat is natuurlijk de discussie die al zo jarenlang rondgaat in Nederland, dat donkere mensen, mensen met een donkere huidskleur, voor Zwarte Piet worden uitgemaakt op straat. En dat dat ook de reden is dat Zwarte Piet moet verdwijnen. Nou, die discussie die werd daar dus aan tafel ook weer gevoerd. En die grap is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Arie Boomsma en Glennis Grace, zij het al hebben opgeroepen, adverteerders, om zich terug te trekken van dat programma. Omdat ze eigenlijk, als ze daar rond blijven adverteren, zich ook eigenlijk scharen achter de uitspraken van die heren daar aan tafel. Nou, een aantal adverteerders heeft daar ook eigenlijk vrijwel direct gehoor aan gegeven. Ik zag een Kiwi-producent die trok zijn geld terug. Scheermesjes. Albert Heijn. Ja. Scheermesjes. Het is natuurlijk al eerder voorgekomen. Een paar jaar geleden waren er ook uitspraken. Ik weet niet meer, voor mij was dat toen René van der Grijp als die vrouw aan tafel zat. Nou, ja. Er waren er ook een aantal organisaties die hadden opgeroepen om hun advertentiegeld in te trekken. Nu zie je dat weer gebeuren. Ik hoorde gisteren Albert Verlinde, mijn collega bij Shownieuws, zeggen, ik wil wel eens zien voor hoe lang. Hè? Moet het eigenlijk een beetje in de gaten gaan houden. Want als Albert Heijn nou voor 6 weken gewoon weer rond dat programma adverteert, dan was het ook eigenlijk een soort boosheid van hele korte duur. Dan moet je het ook eigenlijk gewoon structureel zeggen, wij willen als bedrijf ons niet meer positioneren rond dat programma. Maar uiteindelijk wint de commercie het weer altijd van de principes, zou je zien. Hmm. En als zo'n programma goed scoort wat het doet, willen elk bedrijf daar rond adverteren. Dus het is maar even de vraag hoe lang Albert Heijn wegblijft bij de blokken van Johan Derksen. Maar we hoeven dus niet bang te zijn dat het programma verdwijnt daardoor. Jij denkt die adverteerders komen wel weer terug, want het is gewoon een goed scorend programma en dit is nu even in de waan van het moment. En ook als deze adverteerders besluiten om niet meer terug te keren, dan zullen er altijd adverteerders blijven die daar wel graag willen adverteren. Ik denk niet dat het einde is van VI. Nee. Ik ben wel heel benieuwd wat Johan gaat zeggen hierover. Ja. Want we hebben hem natuurlijk nadien zelf niet meer gehoord. Wilfred Gené heeft zich gisteren wel enigszins uitgesproken erover. Ook voorzichtig. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren daar aan tafel de eerste volgende keer. Volgens mij is dat maandag, want ze zitten in de zomer alleen op maandag. Want ze zaten vroeger altijd maandag en vrijdag. Dus ik dacht eigenlijk dat ze vanavond ook zaten. Maar ik hoorde zou het niet weten, nee. Het is natuurlijk een programma wat wel vaker onder vuur heeft gelegen. Althans bij de tegenstanders. Het is een programma dat een bepaalde groep mensen heel erg aanspreekt. Die ook vaak wel met die humor het eens zijn. Hè? Wat zij zeggen, het is meer de onderbroekenlol, de voetbalhumor die daar wordt tentoongespreid. En, eigenlijk wat er in de kroeg en in de voetbalkantine wordt geroepen. Ja, dat is ook de opzet van het programma natuurlijk. Ja, ja. En er wordt nu ook een tegengeluid gegeven over van, jongens, we moeten nu niet te belerend gaan worden. Hè? Niet iedereen moet nu maar opgedragen te worden van, jullie moeten nu dit en jullie moeten nu dat. Er zijn net zoveel mensen die nu tegen de Glennis Grace beweging ingaan en zeggen, dat moeten ze zelf maar. Dat moeten die adverteerders dan zelf maar uitmaken. Dat zou een groter statement zijn als ze dat zelf doen, dan dat een of andere zangeres gaat vertellen, jullie adverteerders, jullie moeten je terug gaan trekken. Dat wordt een soort van te wijzend vingertje. Dat horen we nu ook veel. Ja, dat hoor je heel veel. Dat Arie Boomsma en Glennis Grace zich gewoon lekker niet mee moeten bemoeien en zich beter moeten gaan houden met een sportschool of met een zangcarrière. Ja. Daar is, volgens mij hebben ze daar genoeg hun handen vol aan. Ja. Ik ben het daar in die zin wel mee eens. Ja, ik denk dat dit gewoon, ik wil me eigenlijk helemaal niet mengen in deze hele discussie. Nee, is het natuurlijk ook zo. Het is een hele gevoelige discussie. Je merkt dat er heel veel gevoel bij komt kijken. Er roepen nu ook mensen dat er allemaal scènes uit historische films moeten worden geknipt, hè, waar donkere mensen op wat voor manier dan ook in gediscrimineerd worden. Parodieën van mensen die niet meer uitgezonden kunnen worden. Afleveringen van comedy-series. Afleveringen van comedy-series. Je vraagt je wel af waar ze op een gegeven moment het einde. Ik heb dat van de week ook gezegd, jongens. Als we dan bijvoorbeeld naar een Gooise Vrouwen gaan kijken, dan zit daar ook een Tippy One in. Die gespeeld wordt door, hoe heet ze ook alweer? Sistine Carillon. Sistine Carillon. Ja. Een vrouw die perfect Nederlands spreekt, maar die doet eigenlijk alsof ze heel slecht met een soort Aziatisch accent
ja, dat is dan eigenlijk ook, want zij typeert daarmee ook gewoon een hele bevolkingsgroep uit Azië. Ja. Dus dat zou dan ook maar kunnen. Maar dan Elise Schaap. Elise Schaap ook, dus, die speelt ook zo'n, wat is het, een Kroatisch... Ja, Roxandra, ja, precies, dat is ook allemaal... Dan kun je dus nooit meer een stereotype of zo in een serie. Want, en ja, dat is het neerzetten. Nou, en dat is de discussie waar we nu in belanden. Ja. Ik vind dat toch een hele lastige discussie. Ik weet niet of ik het daar nou 1, 2, 3 mee eens ben. Mm-hmm. Ik ben zeker tegen discriminatie. En ik denk ook echt wel dat er een aantal mensen hun ogen open moeten gaan. Het is natuurlijk inderdaad wel verwonderlijk als je in het parlement kijkt. Daar zit nauwelijks kleur. Als je kijkt in bepaalde bedrijven, daar zit nauwelijks kleur. Dat vind ik wel opmerkelijk, laat ik het dan maar zo zeggen. En ik denk dat als er bepaalde groeperingen zich daar hard voor gaan maken, voor meer kleur in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer, dan ben ik daar zeker voorstander van. Want ik denk dat iedereen zich vertegenwoordigd moet voelen in Den Haag. En ik denk dat dat nu lang niet altijd het geval is. Dus maar om nou inderdaad allemaal series die uit het verleden en dat we moeten ook uitleggen dat we niet te gevoelig worden en nooit meer een grapje kunnen maken. Nou, maar dat is wel wat. Dat is het. Precies. Dat hebben wij. We denken nu toch. Ik bedoel, jij bent ook op televisie, Bart. Het ligt onder een vergrootglas. Wij kijken ook wel uit met wat we zeggen, Arnoud. Ja, dat is toch zo. Je denkt toch even na. Nou, je moet natuurlijk nooit iemand bewust in een kwaad daglicht willen stellen. Nee. En ook nooit iemand. Maar het is sowieso nooit onze intentie. Of wat die is, op een minder stuk zetten. Maar dat is volgens mij ook helemaal niet aan de orde. Het voelt alsof mensen denken van, wij zijn door het algehele geheel genomen, voelen wij ons benadeeld. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Weet je? En dat maakt de discussie ook zo moeilijk. Er zijn natuurlijk wel hele harde bewijzen voor dat het in sommige opzichten wel zo is. En ik denk dat als die mensen dat zo ervaren, dat we daar heel voorzichtig mee moeten omgaan en moeten kijken waar dat gevoel dan vandaan komt. Ja. En dat ze bepaalde dingen moeten gaan benoemen. Maar als ik van de week een Jasmin Sender bij Opeens zie zitten en die zegt van, ja, er zitten zelfs mensen aan mijn haar en dan voel ik me toch gediscrimineerd. Dan denk ik, nou, luister, toen ik voor het eerst bijvoorbeeld in Thailand kwam 25 jaar geleden, toen wilden er ook mensen zeggen, gaan dan aan je huid zitten. Ik heb dan blonde haartjes op mijn arm. Dat willen ze dan. Zij hebben überhaupt geen haar op hun arm. Dat willen ze dan voelen. Maar ik heb dat nooit als discriminatie gezien. Ja. Nee. Gewoon, mensen vinden alles wat anders is bijzonder. Bijzonder. En willen daar aan zitten. Ja. Of vragen over stellen. Of daar kijken ze naar. Ja. En zie je het als een compliment als iemand op je afkomt. Hè? En je hebt zo'n prachtige kleurbos met kroeshaar. En iemand die kijkt daar vol bewondering naar. Dat kan je ook zien als een compliment. En dat hoeft niet per definitie meteen dan in de hoek van racisme geschoven te worden. Dus ik vind, we balanceren wel heel erg op een randje. En ik denk zeker dat er een kern van waarheid in zit. En dat we echt nog wel wat te leren hebben. En dat we dat met onze ogen echt wel open moeten gaan. Zeker bij op bepaalde vlakken. Maar we moeten ook weer niet uitkijken dat we te overgevoelig gevoelig worden en dat we wel. Ik denk namelijk altijd, en ik hoorde jou namelijk ook net zeggen, Marco, we doen dat nooit met een slechte intentie. Nee, en ik denk nee. dat als de intentie niet slecht is, dan moet dat je best een grap kan op maken. Het hakblok leggen meteen. Precies. Want tegenwoordig wordt iedereen meteen met zijn kop op het hakblok gelegd. Ja. Laten we dat nou niet doen. Ga gewoon op een rustige manier de discussie aan. En als je weet dat iemand het niet kwaad bedoelt of geen kwaad in de zin heeft, Dan vind ik het al heel wat anders dan dat iemand echt met haat in zijn ogen het heeft over donker, over Marokkanen of Suriname. Ja. Weet je, zo Sakwazi de weg mee kwam dat hij een woordkunstenaar is, zal Johan zeggen, het was maar satire. Dus daar kon je ook mee weg. We moeten echt een eind eraan maken. Want we zijn een discussieprogramma geworden. Ja, we kunnen wel een soort wekelijkse discussie met Bart Hetter komen. Ja, ik vind dat zo'n helemaal niet gek. Waar gaat het over? Bart, hey, dankjewel. Heel graag tot volgende week. En heel leuk om je weer een keer gewoon in kleding te zien. Oh, was dit? Oh, dit is een buitenkleding. Nee, normaal is hij niet. Dit is pijn. Dit is een peignoir, toch? Ja, normaal zeg je van. Een hele rare opmerking. Ja, nee, maar je weet wat ik bedoel. Normaal zegt Bart altijd, ik wil vandaag niet in beeld, want ik zit nog in mijn peignoir. Ja. Ja, maar dit is nu heeft hij dit geen is peignoir. Een peignoir. Oh. Is dit je peignoir? Nee, toch? Dit is mijn peignoir. Ja, maar heb je dit gedaan? Vorige week zat ik trouwens ook al helemaal gekapt en geschoren. Ja, dat is ook zo. Jongens, maar het is zo'n mooie polo. Heb je dat gedaan dat de Smurfen weer terugkomen? Dat is ook het nieuws vandaag trouwens. De knikkershow ook. Ja, goed. Wat een succes. Ja, denk ik ook, ja. Doeg. Okay, dankjewel. De knikkers. Hoi. Doeg.